In Kenia is het nog nooit zo droog geweest als nu. Dat heeft grote gevolgen, want oogsten mislukken en koeien produceren veel minder melk. Dat betekent minder inkomen en minder eten. Door klimaatverandering is het de verwachting dat het land in de toekomst vaker getroffen wordt door langdurige droogte. In onze 77 Farmer Field scholen richten we ons op jongeren en vrouwen en leren hen nieuwe moderne landbouwtechnieken aan. Zodat er ondanks de extreme droogte toch brood op de plank komt. Een van onze deelnemers is Margaret. Ile ina mapunze ni mepata. Kwanza ya land preparation. Kutayarisha shamba ndio nipande nyasi. Zamani kulikuwa hakuna ujuzi wa kupanda nyasi. Door de trainingen hebben boeren hun grasproductie kunnen verhogen en is de gemiddelde melkproductie per boer gestegen van 3 naar 5 liter per dag. Tulipandilika kwa kufunga ng'ombe wa grade, tukaacha ng'ombe wa kienyeji na tukapata maziwa nyingi kuliko zamani. Tukauza tukapata pesa nyingi kuliko hapa zamani. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat de melk tot meer producten verwerkt wordt, zoals bijvoorbeeld yoghurt. De droogte wordt erger en raakt ook de landen rondom Kenia hard. Samen met jouw steun kunnen we meer mensen trainen om producten te verbouwen, zodat ze geen last hebben van de extreme droogte. Steun ons werk en geef mensen zoals Margaret en Veronica een nieuw begin.